Wij gaan de weg niet meer barricaderen, maar in dialoog treden met de desbetreffende actoren, verklaart Arnold Kadensi Bukuru, woordvoerder van de actiegroep van Albina. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een commissie gevormd van waaruit wij zullen werken. Wij hebben de vrijheid om zelf te bepalen wat er gedaan moet worden voor ons district, vult Bukuru aan. Dus dit bij de Amoro, Hebi Sanjunu, tak inoma Sribaneti, inoma Dunex, isane Pori, eiskas, omenso sane Fokop, dit bij de Amoro Tranga Sanjunu. Dus dit is Usitaki, Ailosokba, daugona de Trastapono. En Usitaki gehoregi, dus is niet meer nodig dat je ugota passi. Als u kan onderhandelen, dan gaan we uiteindelijk naar onderhandeling u afvangen. We gaan in een dialoog en we zien dat het lukt niet beter. Dus dan gaan we af dat passie morgen. Dat we gericht naar Pumus go, dat alles aan de city. Behalve elektriciteit zitten we ook met andere problemen, zegt Marcella Saling, lid van de actiegroep Albina. We ontberen nog steeds water uit de kraan en de wegen van het Anjumara-project zijn in de regentijn onbegaanbaar. Hiervoor wordt aandacht gevraagd van de regering. Ja, ulai probleem. Anjumara-project, abat ikalite. En we deden de piki eguasko. Dus dat we actie regering aandacht toe voor de kayepu en je project ini. Wat dat teken of we takia aumen gedeelte voor Albina nabi wat dat eti. Dus als stroom wel, of we stapisi ja, maar wat dat pisi uan fusta wat dat pisi toe. Norine Berika, bewoner van Mungo, zegt dat niet alles optimaal is in het gebied. Maar dat de regering zijn best doet. We hebben nu een moderne RGD-poli. Je gaat niet alles in één keer kunnen realiseren. Maar we zijn op de goede weg. En gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid. Wat de heb je wanneer, maar we komen. Sanitanga voldoen. Dus Sami Kantaki, hoe de opweg. Natuurlijk kan het beter. Het kan beter, maar langzamerhand wordt het op je wanneer.